Ik heb hier een zorgboerderij en ik heb samen met mijn vrouw en nu met drie maten dan. Mm-hmm. En daar ontvangen we elke dag 20 deelnemers voor dagbesteding. Daarnaast geven we voor 20 deelnemers ambulante begeleiding. En goed, we gebruiken de boerderij als is het middelman om dat te doen. Ja. We werken vraaggericht. Mensen die komen hier en die kunnen erg van allerlei achtergrond hebben. We hebben altijd gezegd, we willen een plekje wezen waar iedereen mag komen. Dus met name ook mensen die nergens anders terecht kunnen. Mm-hmm. Dus dat is best, de doelgroep is wel heel divers. Maar het gaat heel mooi met elkaar op, omdat je hier de ruimte hebt. Ja. Dus we hebben hier, naast dat we hier een vleesveebedrijf hebben, mm-hmm. hebben we ook nog zeg maar, de uiterwaarde van de vet, waar Vita en zijn waterweergebied is. Maar daar doen we de bewijding voor het gebied onderhouden samen met onze deelnemers. Oh, mooi. Ja, dus. En komen de deelnemers uit de Talsche of de hele regio? Nee, de hele regio. Vanuit Hardenberg tot aan Heerden, Kampen. Het is best wel een grote regio. Dus als ik een bestelling kwam, gerealiseerd. Ja. Nou, dan wordt elk vierkante meter, elk hoekje, wordt met een weegschaaltje gewogen om te kijken of je verder kunt. En ik snap wel dat er regels moeten zijn. Aan de andere kant denk ik van ja, je moet dat ook in de. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat moet een beetje, je moet er wel mee vooruit kunnen. Mm-hmm. Als er wordt gezegd van je hoeft even voor de zorg, mag je even maar 30 vierkante meter verbouwen. Ja, maar dat zul je ook op andere vlakken hebben. Dan kom je niet. Dus. Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En ik heb begrepen woordvoerder voor landbouw, water, stikstof en volkshuisvesting. Klopt. Nou, dat zijn vier items waarvan ik denk, die bijten elkaar. Nou, en dan ook nog eens klimaat en financiën, dus de portefeuille is groot. Maar nee, het is juist mooi dat ik het over allemaal het woord mag voeren, want er zit juist enorm veel overlap. En het is niet slim om proberen de stikstofopgave op te lossen en niet gelijk perspectief voor boeren te creëren. Of iets te doen aan woningbouw, maar niet gelijk ook na te denken over hoe we schone energie gaan gebruiken in plaats van gas uit Rusland. Als ik hier aan de lijsttrekkers vraag hoeveel woningen er gebouwd worden de komende 4 jaar, dan varieert dat tussen de 300 en de 1000. Gaat dat lukken? De komende, nou ja, kijk, je hebt even tijd nodig om woningen te ontwikkelen. Hè? Dus als je het hebt over vaste huizen, dan zal het een paar jaar duren om extra woningen te bouwen. Als het gaat om flexwoningen, om tijdelijke woningen, dan kun je die volgend jaar al ergens neerzetten. Hè? Als ergens een veldje vrij is en er is riolering, kun je heel snel woningen plaatsen. Als het gaat om leegstaande kantoren ombouwen, dan gaat dat ook snel. Maar echt nieuwe woningen bouwen, dat heeft gewoon even tijd nodig. Maar duidelijk is, zeker ook in deze gebieden, en echt niet alleen maar rondom de grote steden, maar ook in landelijke gebieden, daar zul je woningen moeten bouwen, juist om die gebieden en die dorpen leefbaar te houden. Ja, als ik dan vervolgens vraag, zijn jullie bereid de procedures aan te passen om versneld te kunnen bouwen? Dan wordt er naar Den Haag gekeken, terecht. Zeker. Er wordt al jaren nagedacht bijvoorbeeld over een nieuwe wet voor onze ruimte, de omgevingswet. Die is nog steeds niet van kracht. Als die van kracht wordt, dan zitten daar procedures in die veel sneller zijn dan de huidige procedures. Tegelijkertijd, het gaat niet alleen om procedures die wettelijke termijnen. Het gaat natuurlijk ook over dat je aan de voorkant als gemeente goed de bewoners betrekt, zodat ze niet achteraf denken van, hé, wat gebeurt er nou in mijn achtertuin? Dus het is een kwestie ook van een vroegtijdig met elkaar beginnen. Dat een projectontwikkelaar dat niet in zijn eentje alleen maar bepaalt, maar gewoon de buurt erbij betrekt. En als je dat samen doet, dan kun je heus ook wel snel woningen ontwikkelen. Rietje Lasje, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de gemeente Dalfsen. Vandaag een werkbezoek van een Tweede Kamerlid. Hoe komt dat zo? Ja, wij wilden heel graag de mensen in de Tweede Kamer laten zien wat er speelt op het platteland, wat er speelt in Dalfsen. En dit was een mooie gelegenheid. Peter Grinwis was in de buurt. Dus we dachten van nou, als we hem nou uitnodigen om hier een paar gemeentes te gaan bekijken, dan kunnen wij hem laten zien wat er leeft, welke vragen we hebben, welke wensen we hebben. En dan krijgt hij een goed beeld van het mooie land hier. En waarom de keuze voor buitenplaats Vechtenweerd? Ja, dit is een, nou ja, als je om je heen kijkt, dit is een prachtig gebied. En dit is een combinatie van
natuurbeheer, zorg voor mensen, hè, want ze vangen hier mensen op, ze bieden dagbesteding. Dus dit is eigenlijk een hele mooie combinatie van alles. En als we met elkaar willen gaan denken, hoe gaan we in de toekomst om met ons platteland, met de agrariërs, ook welke opdrachten hebben we voor de zorg, dan is dit iets wat echt aandacht verdient. En wat, waar Pieter weer mooie dingen kan meenemen naar Den Haag, als het daar over deze onderwerpen gaat. Wat zou het op moeten leveren voor de ChristenUnie in Delft? Nou, voor ons levert het sowieso op dat we weer gehoord hebben waar moeten wij aandacht voor hebben. We hebben gehoord dat het lang duurt voordat er iets gebeurt. We hebben gehoord dat de samenwerking of de medewerking van de gemeente beter kan. We hebben gehoord waar de knelpunten liggen, ook als het over de zorg gaat. Dus wij kunnen hier in Delft ook iets mee. Dit voedt ons ook weer in van, waar moeten we aandacht voor vragen in de raad? En wat duurt er dan zo lang? Nou, we horen hem zeggen dat het 2 jaar duurt voordat er een aanvraag voor een bouw van dit mooie gebouw bijvoorbeeld is. Hij wil graag een potstal voor de runderen. Dat duurt heel lang. Nou, als je dat even doortrekt naar onze woningbouwopgaves, dan zeggen wij van, dat is herkenbaar. Soms duren procedures lang, soms is het echt nodig. Want het gaat om belangrijke dingen. Maar waar het beter kan, waar je ondernemers kan steunen, dan moeten we daar echt geslag maken. We spraken net met Pieter voor de camera en hadden we het over de woningbouw. Ook daarin ligt een hele opgave. Klopt, er ligt een hele opgave voor de woningbouw. En dat is zo'n terrein waar we zeggen van, we moeten goed kijken. Ook daar spelen meer dingen. Je wil niet zomaar overal woningen neerzetten, want we hebben hier een prachtig gebied. En we willen niet het hele gebied volbouwen. Maar we moeten wel echt iets doen met elkaar. We moeten echt aan de slag. En wij geven dan de voorkeur aan inbreiden waar het kan. Als het mogelijk is, toch ergens hoogbouw. We zullen met elkaar goed moeten nadenken waar we die woningen die nodig zijn, waar we die neer willen zetten. Even Dijk, ja. Initiatiefnemer van Buitenplaats Vechterweert. Ja, samen met mevrouw. Ja. Ja. Zojuist een werkbezoek achter de rug van Tweede Kamerlid. Ja. Wat is je eerste reactie? Nou, op zich mooi dat zo'n man het land ingaat. En dat hij komt kijken bij de bedrijven en wat er speelt. Ik denk ook dat het goed is. Hè. Je moet wel een feeling houden met je achterban en met de praktijk, zeg maar, in het land. Dus op zich, ik heb er wel een goed gevoel over. Dat we wel kunnen vertellen wat ons bezighoudt en waar we mee bezig zijn. Nou, doen jullie vooral zorg met mensen met psychische problemen, onbegrepen gedrag. Zijn portefeuille gaat over landbouw, ja. Over water. Wat is de affiniteit? Nou, kijk, om die zorg te geven hebben we wel een bedrijf nodig. We zijn heel veel bedrijfsmatig aan het werk. Wel vraaggericht, maar je ziet wel dat, zeg maar, zo'n boerenbedrijf dat kan heel veel geven aan mensen die moeite hebben, die het, zeg maar, psychisch niet helemaal voor elkaar hebben. Dus dat, en ik denk dat dat met name wel de clue is. Eigenlijk, zeg maar, is het heel mooi dat je al die takken, dat je die kan samenbrengen. Mensen de rust geven, de ruimte kunt geven. Dat mensen zich kunnen ontwikkelen op een veilige plek. Niet, zeg maar, midden in de stad, maar op een plek waar rust is, waar structuur is. Ik denk dat de combinatie is. En daar ben je eigenlijk ook wel een gezonde uitgangssituatie nodig voor je agrarisch bedrijf. Dat is wel belangrijk. Ja. Heb je nog een boodschap mee kunnen geven aan het Tweede Kamerlid? Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we vanuit Den Haag moeten zaken wel duidelijk aangestuurd worden. En ik heb het gevoel, maar goed, dat weet je, er wordt wel aan gewerkt, maar ik heb het gevoel dat nu nog te weinig gebeurt. Het ligt veel lager. Het ligt bij gemeentes en bij provincies. Maar eigenlijk. Dat hoorde ik je ook zeggen. Hè? De procedures bij de gemeente die gaan te traag. Ja. Ja, en er is weinig mogelijk voor hoe moet ik dat zeggen? En er is weinig mogelijk voor als mensen dingen willen ontwikkelen. Dus voor innovatie en zo is er heel weinig ruimte. Dat is gewoon lastig, want je komt nergens met een hulpvraag voor iets nieuws. Dan kom je bij een gemeente, dan heb je eigenlijk direct al nul op het orkest. Ja, we zitten wel in de samenleving, zit wel een beetje zo in elkaar, denk ik. Dat het makkelijker is om neer te verkopen, dan om te zeggen van, nou, dat is een interessant vraagstuk, daar gaan we mee aan de slag. Dus, maar goed, we hebben een goed gesprek gehad. Ik vond het ook leuk om eraan mee te werken. En ik hoop dat we daar wat mee kunnen, ook naar de toekomst toe. Wat heb je nog nodig voor de toekomst? Ik denk niet zoveel. Ik ben tevreden met de stappen zoals we nu het bedrijf hebben. En ik hoop wel op minder regels. En ik hoop dat het, want daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Ik wil het liefst dat ik hier gewoon lekker buiten met de mannen aan de slag kan. Dat vind ik het allermooiste. In plaats van dat ik uren op kantoor zit.
Snap je? Dat zou mooi wezen. Maar goed, we zullen de maatschappij zo wel niet 1, 2, 3 kunnen veranderen dat dat in één keer weg is. Dat... We hebben het gehad over de portefeuilles waar je verantwoordelijk voor bent. Maar je bent hier op werkbezoek aan buitenplaats Vechteweert in het Vechtdal. Ja. Dat gaat over zorg, dat gaat over landbouw, maar met name de insteek is zorg. Wat is je reactie op het verhaal wat je van de beheerder, de initiatiefnemer, gehoord hebt? Ja, het is sowieso een prachtige buitenplaats hier in Dalfsen. En midden in het Vechtdal. Dus ik vind het een fantastisch verhaal. Ik vind het ook mooi om te zien dat wat van oudsher een melkveehouderij, een boerenbedrijf is, hoe de eigenaar eigenlijk heeft gedacht van oké, hoe kunnen we hier nou verder? En zijn kennis op het gebied van zorg, zijn passie voor zorg aan kwetsbare mensen, heeft gecombineerd met deze prachtige plek. En een combinatie heeft weten te maken tussen landbouw en natuurbeheer en het beheren van het gebied hier van het drinkwaterbedrijf Vitens en de zorg aan mensen die misschien bij een grote instelling of midden in de stad helemaal niet goed tot hun recht komen en hier echt op adem kunnen komen. Ik vind dat mooi. Nou, vooral dat laatste, dat spreekt mij aan, omdat er deelnemers zijn die inderdaad niet terecht kunnen bij andere reguliere zorg en die worden juist hier op een verantwoorde wijze opgevangen. Knelpunten in de jeugdzorg, ik weet het is je portefeuille niet, knelpunten in de jeugdzorg wordt vaak verwezen naar te weinig geld voor de gemeente, te weinig middelen voor de gemeente. Deel je die mening? Ik ben zelf jarenlang gemeenteraadslid geweest. Ik weet hoe het sappelen is als gemeente om al die taken op het gebied van jeugd, op het gebied van ouderenzorg, op het gebied van participatie, hè, mensen weer aan het werk krijgen uit de bijstand. En dan ook nog zorgen voor een goede publieke omgeving met mooie ruimte, met goede lantaarnpalen, met goede stoeptegels. Hè. Alles moet je doen. Goede zwembaden, bibliotheken openhouden. Ja, dat is de afgelopen jaren niet meegevallen. Het gaat erom gewoon dat gemeenten de komende jaren genoeg geld hebben om al die taken goed uit te voeren. En er hoort ook jeugdzorg bij. Als een jeugd, een meisje van 16 jaar overvallen wordt en 3 maanden moet wachten voordat ze de intake krijgt bij jeugdzorg. Ja, dat is natuurlijk niet acceptabel. Dat is niet acceptabel. Sowieso, hè, onze hele jeugdzorg moeten we echt heel kritisch naar kijken. In Nederland wordt nergens in de wereld worden zoveel mensen, zoveel jonge kinderen en jongeren uit huis geplaatst als in Nederland. Dat is echt iets waar we nog eens echt, ja, wat eigenlijk zo niet kan, wat anders moet. En tegelijkertijd staan we voor de veiligheid van die kinderen. Dus er is zoveel werk. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het is ook een kwestie van heel slim kijken van hey, moet alles wat we doen, moet dat op deze manier doorgaan of moeten we het wat anders organiseren? Maar het is ook een kwestie van geld. En ja, dat is ook een taak voor ons als Rijk.